Stefan. Hey. Hey, wat ben jij nou aan het doen? Ik heb een pak aangedaan. Is dat KLM? Nee hoor, dat is helemaal niet nodig. Ik heb het wel gewonnen. Oké. Okay. KLM denk je natuurlijk aan piloten of stewardessen. Maar wat denk je van software en mobile app development? Je kunt dus een traineeship volgen bij Young Capital, waarna je aan de slag kunt bij grote bedrijven zoals Eneco, 538 of misschien KLM. Waar gaan we heen? We zitten in een vliegtuig, waarom is dat? Ja, ik heb een traineeship gevolgd bij Young Capital en ik ben nu werkzaam bij KLM. En wat heb je gestudeerd? Ik heb medische natuurwetenschap gestudeerd, een soort technische geneeskunde. Toen je ging solliciteren, waar liep je toen tegenaan? Ik was net afgestudeerd, gaan solliciteren. Ja, toch merkte ik dat ik weinig werkervaring had. We zoeken vaak mensen met veel werkervaring. En toen ben ik specifiek op zoek gegaan naar een traineeship. En bij een traineeship zijn ze juist op zoek naar mensen met, die net van de universiteit komen, die wat weinig ervaring hebben. Ja, zo ben ik bij Young Capital terechtgekomen. En wat leer je dan op zo'n traineeship? Op zo'n traineeship leer je een beetje programmeervaardigheden. Dus je leert een website bouwen, applicaties ontwikkelen en vooral de Java-taal. Vanuit mijn opleiding heb ik heel basis leren programmeren. Ja, ik heb heel veel wiskunde natuurlijk. En toen dacht ik, ik laat me omscholen tot developer, want daar is gewoon veel werk in. En zo is dat eigenlijk een beetje gekomen. Zoveel werk dat je gewoon gelijk aan de slag komt. Ja. Heb het goed, je zit op school en je verdient geld. Ja, precies. Dus ik heb geleerd en werken tegelijk. Oké, dat klinkt alsof ik zelf ook maar even een traineeship moet gaan doen. Nou, het is wel handig als je een goede achtergrond hebt, dat je goed in wiskunde en zo bent. Dus, die houdt dan op, voor mij. En hoe ziet een dag eruit dan, bij KLM? We openen een dag met een vergadering, met de afdeling, waarin iedereen zijn taken bespreekt. En daarna ga je achter je computer zitten en begin je met programmeren. Ja, wat is je toekomst bij KLM? Ja, ik vind het op dit moment heel erg leuk. Ik werk er nu een paar maanden en ik heb het erg naar mijn zin. Ik wil zeker doorgroeien naar een bijvoorbeeld senior developer, dat je echt het team gaat leiden. Dat kan ook binnen KLM? Ja, veel doorgroeimogelijkheden en dat is wel heel positief. Hoe is het met collega's? Ik bedoel, zijn het allemaal oude, stoffige mensen? Of, Nee, ze zijn juist de hele IT-afdeling aan het verjongen. Dus dat is erg leuk voor jonge collega's. Ook één jongen die ook een traineeship gevolgd heeft, is samen met mij begonnen. Erg leuk. Ik wil het eigenlijk wel zien. Is goed, dan gaan we nu naar het kantoor toe. Dan vliegen we er nu heen. Ik wil wel, voordat ik hier vanmiddag wegloop, zelf ook even wat geprogrammeerd hebben. Is er een mogelijkheid dat je mij iets laat doen? Ja, nee, tuurlijk. Ik heb nu zelfstandig een Young Capital knop gemaakt die nog niks kan en een tekstje gemaakt. Hey Steven, dankjewel dat je me eventjes een soort short spoedcursus hebt gegeven. Zo zie je maar, softwareontwikkelaar is het beroep van de toekomst. Wil je nou net als Steven binnen 2 maanden aan de slag als developer voor bijvoorbeeld KLM? Meld je dan nu via Young Capital aan voor een praktisch traineeship. En misschien ben jij ook binnen een maand aan de slag. Check even de link in de beschrijving en abonneer je gelijk even op het kanaal.